Deze heb ik vandaag gekocht bij de Rattenplan. Voor 25 cent. Kinderboekenweek geschenk 1989. 1. Zijn vader was de vuurtorenwachter van het dorp. En daarom werd Keesje door iedereen Hoogkeesje genoemd. Want de vuurtoren was hoog en van rode baksteen. En Keesje stond daar wel eens bovenop als hij met zijn vader mee mocht. En wat je daar vandaan allemaal ziet, jongen, dat geloof je niet, vertelde hij altijd. De dominee kijkt je zo in zijn bed en bij Hannema hangt een oude fiets in de schoorsteen. Nog uit de oorlog. Oh ja, riepen de grote jongens. Ja, ging Hoogkeesje verder. Maar je moet altijd eerst uithijgen als je boven bent, want het zijn 276 treden en als je niet oppast, springt je hart uit elkaar. Dat hadden ze niet gedacht, die grote jongens. Nee, maar, zei Scheverschol. Jonge, 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 zei Botterik. En wat zie je nog meer? Vroeg Trekkerbek. Zoveel, antwoordde Hoogkeesje. Zoveel, zoveel, dat geloof je niet. Hij wilde dat ze Kees zouden zeggen in plaats van Keesje. Hij was zo'n klein opdonnetje tussen de andere jongens. Die rook ook allemaal naar vis en hij zelf niet. Hun vaders gingen de Woeste Zee op in kleine waggelbootjes. Om met levensgevaar netten vol schar en schol en schelvis en bot en wijting en rog en kabeljauw en spiering binnen te halen. Terwijl zijn eigen vader alleen maar 276 treden op moest om het koper van de lamp te poetsen. Ik kijk door alle schoorstenen naar binnen, riep Hoogkeesje. Bij iedereen. En wat ik daar allemaal zie. Nou, wat zie je dan? Ze kwamen nog dichter om hem heen staan en stonken nog meer naar vis. Het tuintje van weduwe Stiens. Dat kan ik zien, wat ze daar heeft staan. Niemand kon dat ooit zien, want er stond een hoge muur omheen. Oh ja? Een grote pan, zei Hoogkeesje, waar ze kleine kindertjes in kookt. Dat geloofde ze niet. En de post, ging hij gauw verder, die stond te zoenen met Anne Gien achter de haag van het kerkhof. Zijn tas had hij op de grond gezet tussen de zerken. Kon ik allemaal zien, van boven. Dat maakte indruk. Maar het mooiste, zei Hoogkeesje, is het eiland. Eiland? Welk eiland? In zee, zei Hoogkeesje. Je kan het van het strand af niet zien, of van het duin, maar van daarboven, heel ver weg ligt het, en met een verrekijker... Er ligt nergens geen eiland voor de kust, man, riep Trekkerbek. Wel eens, zei Hoogkeesje. Je bent gek, jongen, daar heb ik mijn vader nog nooit over gehoord, over een eiland. Hoogkeesje werd rood. Hij bedoelt een zandplaat, zei Botterik bedaard. Hoogkeesje werd nog roder. Nee, riep hij, niet die zandplaat, een eiland met huizen en bomen en torens en dingen. Ze lachten hem uit. Ze lieten zich niet voor de gek houden. Het was allemaal leugen en bedrog en verzinsel wat dat kereltje vertelde. Ga spelen, jongen, met je zusje, riepen ze en draaiden zich om. Maar Hoogkeesje wist het zeker. Op mooie heldere dagen met strak blauwe lucht en weinig wind en geen schuim op de golven en laagtij, dan kon hij vanaf het vuurtoren duidelijk een eiland zien liggen. Hij zou zijn verrekijker meenemen de volgende keer. En hij deed het ook. En met dat ding voor ogen zag hij nog duidelijker huizen met rode daken en groene bomen en een kerktorentje en mensen ook, meende hij. Hoogkeesje tuurde en tuurde tot zijn ogen er van tranen. En iedere keer moest hij de kijker een beetje verstellen om de beelden scherp te houden of nog scherper te krijgen. En ja, dan zag hij duidelijk iets bewegen. Mensen of dieren. Maar de bomen stonden ook telkens ergens anders. Dat lag aan de luchtrillingen, meende hij. En toen zei vader dat ze weer naar beneden moesten. Hoe heet het? Vroeg Hoogkeesje. 57 treden lager. Wat? Dat eiland. Eiland? Welk eiland, jongen? Wat je kan zien, zei hij, met de verrekijker. Mijn vader had geen zin om weer 57 treden naar boven te klimmen. Oh, je bedoelt de zandplaat zeker, jongen. Dat noem je geen eiland. Hoogkeesje werd er razend van. Ben ik nou gek of ben ik niet gek? De volgende keer zal ik vader
Maar de volgende keer kwam hij met zijn vader mee naar boven. En was het wazig en bewolkt. En zijn zusje moest mee. Dat was een ramp, want ze was een nog kleiner opdommetje dan Hoogkeesje. En ze zat altijd te wriemelen aan alles. Of ze nou zat, of stond, of liep. Het bleef altijd gewriemel. En ze heette dan ook Wriemelmiertje. Maar eigenlijk alleen maar Miertje. Met haar zwarte kop. Wat zie je daar? Vroeg ze. Niks, zei Hoogkeesje, turend door de verrekijker. Waarom kijk je dan? Hou eens even je mond. Ik wil ook, riep ze. En ze trok aan de riem, zodat de kijker bijna uit Hoogkeesjes vinger glipte. En van de toren naar beneden donderde. Laat dat, stomme griet. Ik wil kijken, jengelde ze. Hier dan. Hoogkeesje hield de kijker voor haar ogen. Nou goed. Ja, zei ze. Zie je wat? Ze zei niets en de hele tijd niets. Nou, zie je wat of zie je niks? Een eiland, zei ze. Ik zie het een eiland. Nu was het Hoogkeesje die de kijker bijna van de toren liet donderen. Wat zeg je? Geef hier dat ding. Hij keek zelf. Hij tuurde en verstelde en tuurde en richtte, maar het was zo wazig in de verte en Miertje zat zo aan zijn arm te trekken, dat hij helemaal niets, geen glimp, geen streepje, geen... En toen zei vader dat ze weer naar beneden moesten. Hoe heet dat? Vroeg Miertje, 57 treden lager. Wat? Vroeg vader. Maar Hoogkeesje antwoordde, Appelapari Moustakia. Oh, zei Miertje. Had ze het gezien? Had ze het werkelijk gezien? Zijn eiland? Door de wazigheid heen? Of had ze hem voor de gek gehouden? Natuurlijk had ze hem voor de gek gehouden. Maar later op de middag, toen Hoogkeesje bezig was in de tuin, kwam Miertje op hem toe en begon te vragen over Appelapal... Hoe heette het ook alweer? Appelapali Moustakia, zei Hoogkeesje. Ja, wonen daar mensen? Natuurlijk, zei Hoogkeesje. Hele gekke mensen wonen daar. De mannen zijn er van ijzer en de vrouwen van porselein. Ze keek met grote ogen die alles geloven. Echt? Vroeg ze. Ja, en die porseleinen vrouwen die breken als vallen en de stukken kunnen niet meer worden gelijmd. En de mannen roesten als het regent, dan piept het als ze lopen en moeten ze olie drinken om het weer goed te krijgen. Olie, zei ze. Getver! En de bomen lopen op hun wortels, zei Hoogkeesje. Maar ze wilde weten over de vrouwen. Zijn die meisjes ook van porselein? Hoe groeien ze dan? Porselein groeit niet. En als ze breken, gaan ze dan dood? Ja, zei Hoogkeesje. Die scherven worden begraven. Het rinkelt in de kist als die naar het kerkhof wordt gedragen. Nu keek Miertje toch een beetje ongelovig. Ze had een pikzwarte krullenkop waar altijd twee pieken uitstaken als antennes. Dat kan niet, zei ze. Dat het rinkelt bij een begrafenis. Toch, zei Hoogkeesje. Maar dat kun jij toch niet horen van zover als je op de toren staat? Miertje was niet gek. Hoogkeesje zei, ik heb het gehoord toen ik er was. Nu zette ze grote ogen op. Was? Ben je er geweest? Ja hoor, zei hij. Hoe dan? Naartoe geroeid in de sloep. Ha, wanneer dan? Op een dinsdag, zei Hoogkeesje. Heel vroeg in de ochtend, toen jij nog sliep. Toen iedereen nog sliep. Ze geloofde het niet en ze geloofde het wel. Het was fijner om het wel te geloven. En wat zei ze toen je aankwam? Wie? Die mensen daar, die van ijzer en porselein. Kunnen die praten? Terwijl ze het vroeg keek ze toch weer om ongelovig. Mag ik mee als je nog eens gaat? Mee? Vroeg Hoogkeesje. Ja, in de sloep. Ik kan ook een beetje roeien. Nee, zei Hoogkeesje, jij bent nog te klein. Hij zei het ferm, maar hij dacht, wat een idee, ik ga het doen, ik roei erheen. Op een windstille ochtend, heel vroeg, pak ik een sloep uit de haven en roei echt naar het eiland. Dan kunnen ze zien dat het bestaat. Ik neem er gewoon wat van mee terug, een schelp of een boomtak, of beter nog iets van die mensen daar. Een briefje met, het eiland bestaat en wij wonen erop. En met hun handtekening. Dat is het beste bewijs. Vervuld van dit uitstekende plan liep Hoogkeesje naar binnen en liep Miertje in de tuin achter.
Ik geloof er niks van, riep ze hem na. Als je van porselein bent, kun je niet praten. De eerstvolgende heldere ochtend vertrok hij. Om 3:30 in de ochtend, op sokkenvoeten naar buiten. Sluip, sluip, sluip in het donker. Een half brood en 2 appels meegepikt uit de keuken. En schichtig als een rat over straat naar de haven. Het was maar een klein vissershaventje. Hoog Keesje kende er elke steiger, elke meerpaal, elk stuk touw, elke boot. De sloep van Jonkers was de kleinste. Die nam hij. De riemen lag aan boord. De landvast zat met een simpele paalsteek. Er was niets dat hem kon tegenhouden. Met nog maar een heel klein beetje licht aan de oostelijke horizon roeide Hoog Keesje de haven uit naar volle zee. De riemen piepten en hij had geen boter om erop te smeren, maar niemand hoorde hem. Hij wist de richting. Vanaf de vuurtoren had hij precies berekend waar het eiland lag. Zowat onder die dikke ster, eventjes rechts van de Melkweg. Er was geen wind en nauwelijks deining. 1,5 uur roeien, schatte Hoog Keesje. Hoogstens 1,5 uur.